Ja, shoppen, daar kun je mij niet blijer mee maken. En al helemaal als het schoon, veilig en overdekt is. Dus ik ga lekker shoppen. Carmen, hoe creëer je nou in een winkelcentrum een echte beleving? Veel fashion en lifestyle, maar ook voor een ontbijtje. Als je vroeg bent, of een lunch, of misschien wel op een terrasje, kun je terecht. En heb je nou een hele leuke dag en je wil ook overnachten, dan kan je er ook terecht. Maar een muziekconcert of een gokje wagen behoren ook tot de mogelijkheden. En als je dan kijkt naar een winkelcentrum, wat mag dan echt niet ontbreken? Winkels die niet mogen ontbreken, ja, dat is natuurlijk ook het lokale aanbod. Kijk, merken mogen sowieso niet ontbreken, dat verwacht de consument ook echt. Maar die lokale ondernemer die kan het dan net eventjes die touch geven, die shoppen belangrijk en afwisselend maakt. En ja, dat is wel uniek als het lukt om dat op te nemen in een winkelcentrum. Ja. Winkelcentrum Heuvel ligt in het hartje van Eindhoven en kan iedereen voorzien van een dagvullend programma. De winkels zitten voornamelijk in het midden- en hoogsegment en geven het winkelcentrum een eigentijdse uitstraling. Huub, hoe spelen veranderingen in bijvoorbeeld de technologie nou een rol in de retail? Ja, die spelen absoluut een hele grote rol in de retail. En dat is zowel offline als online. Als je kijkt naar de grootste consequentie is natuurlijk online dat heel veel mensen op internet gewend zijn om te kopen. Als je kijkt naar offline is het gelukkig ook zo dat de technologie daar intrede heeft gedaan. Waarin je bijvoorbeeld als jij op zoek bent naar een leuk pubertje maat 36 in de winkel laat bestellen. Je rekent hem af en hij wordt thuis bij je bezorgd. Zo heb je dus wel ook de service die zeg maar de technologie biedt. Hè, zonder dat je het zonder een aankoop het pand hoeft te verlaten. En ik denk dat het een enorme kans is. Nou Huub, dan zou ik zeggen proost. Proost. Ja, en dan gaat Ben en Christy even een kijkje nemen bij kledingwinkel Paprika. Iedere vrouw, ongeacht haar maat, moet kunnen stralen in haar outfit. Wendy Christie gaat speciaal voor de vrouwen met een maatje meer op pad. Welke maat heeft de gemiddelde vrouw eigenlijk? Wel, eigenlijk meer dan 40% van de dames draagt een maat vanaf 44. Maar dan is het best wel bijzonder dat er relatief weinig plus-size kledingmerken zijn, toch? Ja, inderdaad, de modemarkt houdt heel sterk vast aan het concept van ideale schoonheid met ideale maten. Maar u moet gewoon rondom u kijken om te zien dat dit met de realiteit niet strookt. Wij zijn van mening dat natuurlijke schoonheid niets te maken heeft met je maat. En zijn er nu do's en don'ts in het kleden van wat vollere vrouwen? Wij zien niet waarom een vollere vrouw sommige dingen niet zou mogen dragen en andere dingen wel zou moeten dragen. Ja. Alle vrouwen, inclusief vollere vrouwen, moeten toegang kunnen hebben tot de laatste trends en de laatste mode. Zo is dat. En blijkbaar hebben veel vrouwen daar behoefte aan. Comfort is zeker voor ondergoed erg belangrijk. Voor comfortabel ondergoed gaat Wendy Christie langs bij Björn Borg. Hoi. Goeiedag. Hey, als ik jou nou zou vragen om comfortabel ondergoed, waar zou je dan mee komen? Nou, we hebben twee keuzes. Okay. Het katoenen ondergoed heeft een aantal voordelen voor dagelijks gebruik. Maar om mee te gaan sporten heeft het ook een aantal nadelen. Nou, om dat op te vangen hebben we een polyamide ondergoed ontwikkeld. Ik heb een aantal setjes hier hangen. Het zijn hipsters. Het sluit ook wat hoger. Racerback is handig. Je hebt wat meer bewegingsvrijheid. Het biedt juiste steun. Want verandert zo'n collectie nu door de jaren heen? De pasvorm niet zozeer. De band is wel wat veranderd. We hebben een wat bredere band tegenwoordig. Het gevoel van stevigheid, het gevoel dat je ook echt wat aan hebt. Ja. En natuurlijk de printjes, die veranderen door de loop der jaren wel. En in de zomer hebben we wat vrolijkere printjes. Ja. Hey, ik vind dit printje ook leuk. Ja. Ook als je op zoek bent naar modieuze en kwalitatieve schoenen, ben je in dit winkelcentrum aan het goede adres. Wendy Christie gaat langs bij Gabor Shoes. Vertel, hoe zit dat eigenlijk met inkoop? Want hoe komt zo'n collectie van de schoenenwinkel tot stand? Nou, al de modellen die je hier ziet, dat begint met het inlezen in de vakbladen. Dan ga je je oriënteren op de beurzen. En dan is het kijken naar de modellen en kijken wat bij je klant past. En zien dat die winkel volkomt met leuks. En nu hebben verschillende branches natuurlijk echt best wel verandering doorgemaakt. Zie je ook verschuivingen in de schoenenbranche? Zie je zeker. Als je het goed doet, denk ik dat je moet zorgen voor zowel een webshop als een stenen winkel. En dat je dan kunt zorgen voor cross-channel. Ik heb nog één vraag voordat ik ga shoppen. Want wat is er in de mode? Nou, je hebt op dit moment echt de retro look. Dus alles komt een beetje terug van de jaren 70, jaren 80 en soms ook de jaren 50. En ja, je ziet dan toch dat het een beetje unisex wordt. Ja, dan wil ik passen. Heb je die in maat 39? Ik ga voor je kijken. Ja, heel graag. Wat een toffe schoenen. Staan je goed? Maar genoeg kleding geshopt. Het is tijd voor wat fun shopping bij Valentino.
het is wel met recht een fun shopping experience, hè? Ja, gezellig, hè? Al die kleurtjes. Ja, heel kleurrijk, ja. Ja. Want wat mag je daar eigenlijk van verwachten, fun shoppen? Fun shoppen, ja, lekker rondsnuffelen, de tijd vernemen om al die kleuren en vormen op je in te laten werken. Ja? Ja. Want hoe komt zo'n collectie eigenlijk tot stand? Ja, er staat superveel. Ja, zoveel inderdaad. Ja, het is toch veel beurzen bezoeken, met name buitenlandse beurzen, want daar haal je toch de mooiere spullen vandaan. En wat is nu echt een origineel cadeau? Nou, ik heb iets nieuws, ik heb iets unieks. Kom maar eens mee. Ja, dat is te gek dit. Ja, dit is echt pop-art en voeten uit. Hè? Ja, en heel herkenbaar, want dat komt rechtstreeks uit de schilderij natuurlijk. Ja. Ja, die wordt het. Ja? Ja. Nou, dan gaan we die voor je inpakken. Oh, dan ben ik wel goed geslaagd. Mensen kopen steeds meer en meer elektronische apparaten. Dat kan je natuurlijk gewoon online doen, maar uiteraard kan het natuurlijk ook gewoon in de winkel. Martin, tegenwoordig zijn bijna alle elektronische apparaten gewoon online te koop. Waarom zouden mensen dan eigenlijk nog naar de winkel gaan? Super goede vraag. Wij merken dat klanten het belangrijk vinden om een product eerst te ervaren voordat ze overgaan tot de aanschaf. Ze willen hem ervaren, ze willen hem voelen, ze willen kijken hoe het product eruit ziet. Daarbij vinden ze het heel erg belangrijk om een goed persoonlijk advies te krijgen. En hoe zorg je dan als winkel voor die ervaring? Je kan als klant ervaren hoe het is om eigenaar te zijn van een product. Daarbij kan je je eigen muziek uitproberen op een van de speakers. Je kan een sleeve om je laptop heen doen om te kijken hoe die erbij past. En je kan een watch, telefoon of tablet uitproberen. En hoe kun je klanten dan uiteindelijk helpen om de juiste keuze te maken? Door een persoonlijk gesprek aan te gaan met de klant, kom je erachter wat zijn of haar behoeftes zijn. Om vervolgens een goede oplossing te kunnen aanbieden. Emec gaat graag een langdurige relatie met klanten aan. En daarom kun je bij de aankoop van een Apple-product een lidmaatschap aangaan. Het doel van dit lidmaatschap is om consumenten een jaar lang ondersteuning aan te bieden in de vorm van 1-op-1 sessies met een coach, trainingen in groepsverband en toegang tot exclusieve aanbiedingen en informatieavonden. Wat leer je dan eigenlijk allemaal tijdens zo'n training? Tijdens de training leer je omgaan met je nieuwe apparaat. Dan moet je denken aan hoe het besturingssysteem werkt en welke applicaties er allemaal op zitten. Het doel is om zelfverzekerd en zelfstandig met je nieuwe apparaat aan de slag te gaan. En voor wie is dan zo'n training of coaching sessie geschikt? In principe voor de leeftijdscategorie van 9 tot 99. Je helpt scholieren met het maken van mooie presentaties voor op school. En senioren leer je appen met hun kleinkinderen. Ja, duidelijk verhaal, Martin. Nu is het eigenlijk zo dat ik op zoek ben naar een nieuwe laptop. Fantastisch. Zullen we even kijken wat er best bij je past? Is goed.